Ik ben begonnen doordat ik vaak met vrienden naar buiten ga in de pauze. En die hebben dan vapes of sigaretten. Sigaretten vind ik persoonlijk heel vies, dus ik doe alleen vapes. Vaak wil ik wel binnen mijn huis roken. Vind ik ook wel lekker. En dan een vape, die stinkt niet echt per se in je huis. Dus dat is ook wel fijn. Je hebt niet aansteken nodig. En hij gaat op zich wel langer mee dan een sigaret. Meestal bij school en meestal als we uit zijn. En dan blijf ik met vrienden en als ik naar huis ga, dan heb ik het dan niet. De vapes die er nu op de markt zijn, hè, die er natuurlijk heel mooi en kleurrijk uitzien. En dat is natuurlijk wat aantrekkelijk is. En de andere kant is dat de smaakjes ervoor zorgen dat jongeren het gewoon lekker vonden. Dus dat is wat in populariteit ervoor heeft gezorgd dat het in populariteit heeft toegenomen. Het was vooral in de middelbare. Toen begon het natuurlijk met die shisha-pennen. En uiteindelijk zijn het doorgegaan naar vapes. En steeds meer vapes met veel meer verschillende smaken. En veel meer puffs natuurlijk. Zodra die smaakjes werden verboden, kwamen er eigenlijk binnen no time andere alternatieven op de markt. Waardoor je dus nog wel weer de smaakjes kon creëren. En daarnaast zie je ook natuurlijk wel dat er een soort zwarte markt gaande is in vapes met smaakjes. En dat jongeren daar snel aan kunnen komen. Dit heet Love 66. Het smaakt een beetje naar Fristie eigenlijk. Je komt eraan door gewoon lokale dealers. Die verkopen eigenlijk alles wel. Dan kun je sigaretten halen, vapes, wiet ook. Kan je je voorstellen dat net als met het roken van een sigaret, dat ook voor vapes geldt. Alles wat je via je mond komt, via je keel, dat daar risico's in zitten. En dus die metaaldeeltjes bijvoorbeeld, de nicotine, het verslavende effect daarvan, het ontploffen van die vape. Dat is gewoon slecht voor je, dat weet ik zelf ook wel. Daarom doe ik het echt niet heel vaak, want ik wil ook niet verslaafd worden. Vaak zijn zoals die metaaldeeltjes, die voel je niet als je vapet. Dat merk je niet. Dus dat zijn risico's op de lange termijn. En vaak wat ingewikkeld is, dat jongeren in het nu leven. Die zijn niet bezig op de lange termijn. Ja, ik weet wel dat je heel veel longproblemen kan krijgen. En heel veel hoesten heb ik ook heel veel last van gehad. In de avond dat je ineens heel stikt en zo en gewoon niet meer kan ademen. Daardoor ben ik wel meer gestopt daarmee. Nu is het voor mij ook wel weer klaar. Ik had er eentje gekocht, die is nu leeg. Nu is het klaar voor mij.